Mijn naam is Dave Raamakers en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe serie op dit kanaal. In deze serie zal ik samen met jullie een eigen game gaan maken. Hebben jullie zin in? Doe toen vast dat blauw duimpje omhoog en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal als je geen enkele video wil missen. En dan gaan wij beginnen met de eerste aflevering. Zoals ik u net heb verteld, zullen we een eigen game gaan maken. En dat gaan we doen in GameKit. En GameKit is een gratis programma van het Clockhouse waarmee je zelf heel makkelijk je eigen games kunt maken. Later, als deze serie gevorderd is, zullen we zelf een eigen game gaan programmeren. Maar dit is een begin, gewoon even makkelijk om te laten zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Nou, wil je dit zelf ook doen? Hieronder staat natuurlijk een linkje naar GameKit en dan kun je het zelf ook gaan proberen. Nou, als je bent aangekomen, zit uiteindelijk dit scherm voor je neus. En als je hier onderaan op start klikt, kun je verder gaan. Dan krijg je eens twee opties. Wil je hem van opzij gaan doen, zo'n beetje Mario-stijl? Of wil je de game vanaf bovenaf laten plaatsvinden? Nou, ik vind opzij even het leukste, dus we gaan kiezen voor oké. En vervolgens kun je wat extra dingen aangeven. Wat is bijvoorbeeld je levenseinde? Moet je de finish halen? Moet je een aantal punten halen? Gaat het om tijd? Of ga je gewoon door totdat je dood bent? Ik wil even de finish halen. En bij de puntentelling tellen de resterende punten mee of de resterende tijd? Ja of nee? In mijn geval nee. Sluiten. Dan gaan we naar oké. Vervolgens kunnen we naar een poppetje gaan en kunnen we een poppetje gaan veranderen. Dus kunnen we de body gaan veranderen van een poppetje. Nou, ik vind deze tijger wel even mooi. Wat voor hoedje ga ik hem opgeven? Ik ga... wat zullen we eens even gaan doen? Ik ga even voor het verpleegstertje kiezen. Nou, we hebben een aantal levens. Ik wil 3 levens hebben. En we zijn ietsjes... Zo, we sluiten er iets minder. Dit kun je allemaal natuurlijk zelf aanpassen omdat je zelf fijn vindt. We gaan het eerste level toevoegen. En zoals je ziet, als we even wachten, is je eigen level geopend. Maar als eerste naar de achtergrond, dan gaan we even de achtergrond veranderen. Dan gaan we hier de achtergrond veranderen. Als eerste gaan we voor de onderste kleur. Ik wil een beetje een donkere kleur hier hebben. Dit wel mooi. Zo, en dan kunnen we nog wat objecten toevoegen. Dat doen we later wel. We gaan even zelf naar het spel toe. We gaan even zelf naar het spel toe. En volgens zijn er een aantal opties. We zien hier een aantal vaste bouwstenen staan. Die kun je zelf gaan kiezen. Maar eigenlijk vind ik het leuk om de objecten zelf te gaan maken. Dus we gaan deze even sluiten. En we gaan het zelf maken. Bij zelf maken krijg je 2 opties zien. Een rechte bouwsteen of een ronde bouwsteen. Ik wil eerst de grond gaan maken. Dus we kiezen voor een rechte bouwsteen. En we slepen die hier onder op het spel neer. En met de pijltjes kun je ze gaan verstellen. We gaan hem even langer maken. Zo. En we zetten hem neer. Vervolgens kun je die natuurlijk een object gaan aangeven. Want nu is hij niet gevuld. Dus we gaan naar normaal toe. Dan gaan we naar uiterlijk. En bij uiterlijk kunnen we als eerste gaan aangeven. Is het een plaatje of een tekst? We willen een plaatje. Klik op plaatje. En vervolgens gaan we kiezen wat we hier hebben. Nou, er zit ontzettend veel in. En het lijkt me leuk als we een beetje een natuurtint gaan krijgen. Kijk, ik vind het gras wel mooi. We kiezen voor sluiten. Nou, dan kunnen we eventueel nog wat extra gegevens doorgeven. Bijvoorbeeld, kun je er omheen? Wat is de wrijving? Enzovoorts, enzovoorts. Die laat ik even zo staan. Vervolgens gaan we het tweede object doen. Dan gaan we even nog een laag boven zetten. En zo. En deze wil ik eigenlijk een beetje een steenreactie geven. Wat er net onder zit. Zodat je level net iets meer spanning krijgt. Dus gaan we even voor steen kiezen. Even kijken. Met deze steen al. Vind ik niet zo mooi. Ik vind het wel grappig uitzien. Zo. Nou, dan zien we hier een poppetje al. Ik ga het poppetje even iets hoger zetten. Zo. En als we nu het level willen gaan bekijken, klik gewoon op testen. Dan zal het ons level langzaam gaan inladen. Klik voor spelen. En je ziet hier eigenlijk al wat we hebben. Je kunt met de pijltjes toetsen links en rechts kun je gaan bewegen. En met de spatiebalk kun je hem ook springen. Nou, het spel even stoppen. En dan gaan we het level veranderen, want dit is natuurlijk niet heel spannend. Als eerste wil ik even een muur gaan toevoegen, waar je overheen kan springen zometeen. Een plateautje. Even een plateautje neerzetten. En hoe wil je dat plateautje eruit ziet? Nou, het plateautje ziet er een beetje houten, lijkt me wel leuk. Zo, hier een beetje houten patronen. Zo. Dan gaan we een nieuw object toevoegen. En dan wil ik even een score gaan doen, een punt. Stel die rondje neer. Zo. We gaan hem een kleur meegeven, of een plaatje bedoel ik. En dan gaan we even een plaatje kiezen voor een punt. Zo, ik heb uiteindelijk gekozen voor deze, het kroontje. En we kunnen hier nog wat dingen gaan toevoegen. We kunnen een ander kleurtje geven als we willen. Ik laat hem even mooi op geel staan. En dan gaan we naar eigenschappen toe. Wat kan ermee gebeuren?
Kunnen we door het object heen lopen? Nee, we kunnen niet doorheen lopen. Heeft geen wrijving, is even niet belangrijk. Hoeft ook niet te bewegen, is niet handig. Draaien? Nee, maar hij hoeft ook niet te draaien. En groeien en krimpen? Nee, hij mag zo blijven staan. Maar nu willen we natuurlijk dat op het moment dat je er naartoe gaat, dat er iets gaat gebeuren. Dat kunnen we bij reactie. We gaan in reactie. Reageer als de speler naar me toe komt. Ja, inderdaad. De speler moet er tegenaan komen. Wat is dan mijn reactie? Een punt. Gezondheid. Geluid. Reactie of finish. Nou, in ieder geval is het dus punt. Dan gaan we eens even kijken. Willen we meer of minder punten geven? Ik wil even plus 15 punten. Zo. En wat gebeurt er daarna? Verdwijnt hij? Blijft hij staan? Of gebeurt er iets anders? Ik wil natuurlijk dat hij verdwijnt. Nou, dan kunnen we eigenlijk testen. We gaan naar het level toe. Spelen. Je ziet eigenlijk al. Ik kan onderdoor. En ik kan ook bovenop springen. Oh. Andere kant op natuurlijk, Davy. Zo. Oh. En je ziet, een poppetje kan op dit moment niet ver genoeg springen. En dat is ook handig om een level te testen. Ik kan kijken dat ik er nog even zo op kan. Ja, kijk. We zijn er. Nou, het werkt wel, maar je ziet dat het een beetje lastig is om op te komen. Dus we gaan het spel stoppen. En dan kunnen we eigenlijk twee dingen doen. We kunnen het plateau iets omlaag zetten. Maar we kunnen ook het gewicht van de poppetje gaan aanpassen. Dus gaan we terug en dan gaan we hem even iets lichter maken. Zo, en dan gaan we eventjes stuiteren ook even omlaag. Ik wil dat hij iets minder op en neer stuitert. Oké. Okay. En we kunnen we gaan bewerken en kunnen we verder gaan met het level. Dan ziet eigenlijk dat je op een hele makkelijke manier zelf een level kunt gaan maken. En ik zou jullie ook willen gaan uitdagen om zelf een level te gaan maken. Hier onderaan de videobeschrijving vind je een linkje naar GameKit waar je dit zelf kunt gaan maken. En ik wil jullie dan ook uitdagen om een level te maken voor mij. Hebben ze een level gemaakt? Stuur dat level dan even door per e-mail. Of plaats het link hier onderaan in de reacties. En dan ga ik jullie level spelen. En heb je nou een leuke uitbreiding voor dit level? Laat dan ook zeker onderaan in de reacties achter. En dan gaan wij dit level groot uitbrengen tot een soort van minigame. En nogmaals, later zullen we verder gaan programmeren. Maar dat gaan we doen in andere programma's. Vond je nou een toffe video? Doe dan dat blauw duimpje ook. Vind je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Tot de volgende keer.